Hallo allemaal, mijn naam is de Digital Toaster en dit is Bioshock Infinite, wat ik toch wel echt naar uitkijk om te spelen. Eerst en vooral, beste Call of Duty fans, geen paniek, geen nood, Call of Duty komt er nog aan. Zelfs morgen komt, nog na een heel lange tijd, Challenge Me episode. Ja, die komt er morgen terug aan, waarbij dat jullie terug jullie challenges kunnen zetten, waarbij het terug zo vaak mogelijk online komt. Dus ik kijk er echt naar uit om om deze spel te spelen en Challenge Me terug te brengen. Het wordt echt epic. Maar eerst en vooral, kijk naar dit spel. Iedereen zegt van beste game 2013 tot nu toe. Vrienden van mij hebben het gespeeld en ze kunnen er niet overweg van hoe epic de game is. Ze zijn gewoon verliefd op het spel. Dus ik moest het wel spelen. Nu, Bioshock 1 en 2 heb ik niet gespeeld. Wat dan mensen toch aanraden om te doen. Dus wat ik misschien ga doen is vanavond al beginnen met gewoon Bioshock 1 en 2 te livestreamen. Gewoon te livestreamen terwijl ik het speel. Dat lijkt me ook wel leuk. Willen jullie dat? Zet dan in de comments en dan ben ik het misschien vanavond van plan. Nu laten we eens beginnen. Ik heb echt zin in met Bioshock. New game. Hier gaan we. Pak maar, wacht hè, if you're new to free, medium, pak maar gewoon, medium. Oké. Hier gaan we. Veel plezier met de kijken, dus ik ga niet te veel praten. Want ik wil het een beetje voor jullie een film houden, dat jullie echt gewoon kunnen kijken, ervan genieten. Dus ik ga het spel rustig doorspelen, niet rushen. Het wordt gewoon heel episch. Are you afraid of God? No. But I'm afraid of you. Dus wij zijn Booker, de man. Ik ken het verhaal een beetje van Bioshock 1 en 2, maar ik ken het niet goed, want ik heb het niet gespeeld zoals ik al zei. 1912. Are you going to just sit there? As compared to what? Standing? Not standing. Rowing. Rowing? Planned on it. So you expect me to shoulder the burden? No, but I do expect you to do all the rowing. And why is that? Coming here was your idea. My idea? I've made it very clear that I don't believe in the exercise. The rowing? No. Imagine that's wonderful exercise. Then what? The entire thought experiment. Excuse me. How much longer? One goes into an experiment knowing one could fail. One does not undertake an experiment knowing one has failed. Can we get back to the rowing? I suggest you do. No. We're never going to get there. No, I mean I'd greatly appreciate it if you would assist. Perhaps you should ask him. I imagine he has a greater interest in getting there than I do. I suppose he does, but there's no point in asking. Why not? Because he doesn't row. He doesn't row? No, he doesn't row. Ah, I see what you mean. Het ziet er echt magnificent uit. Oké, we zijn er. Shall we tell him when we'll be returning? Would that change anything? It might give him some comfort. At least that's something we can agree on. Hey! Somebody meeting me here? I'd certainly hope so. It does seem like a dreadful place to be stranded. Okay, dus we zijn hier, afgezet door die mensen. En we gaan eens zien wat we kunnen vinden. Vuurtoren. Excuse me. De wit, bring us a girl and wipe. I guess you're expecting me? The weed, bring us a girl and drive away the debt. This is your last chance. Oké. Okay. Zullen we dat maar doen, zeker? We zien er deftig uit, hemdje en al. Good luck with that, pal. From Sodom shall I lead thee. Is anyone here? Hello? Dat doet dus niks.
Was hier niets? Geld. Dat is wel leuk om te winnen. En een beetje rustig onderzoeken. Ik wil echt niet door de game rushen. Daar heb ik geen zin in. Ik wil mijn sensitivity precies een beetje lager zetten. Het lijkt zo snel te gaan. Oké. Shit. Die heeft tattoos recht door zijn kop gekregen. Oeh, geld. Nog iets interessants hier. In New Eden Shoal shall I plant thee. Is er iets? Nee, er is dus niks. Oké. Huge bells. Dat had ik gezien op de dingen, hè? Dus één keer dat en dan twee keer de rest, oké? Oké. Heeft hij iets gedaan? Oh shit! Precies de Wild World. Dat is ook precies. De deur open gaan. We zijn precies aan het communiceren met elkaar ofzo. Je ziet er echt gewoon. Het geeft me echt rillingen. Random stoel appeared. Zullen we maar gaan inzitten, hè? Hier gaan we. Make yourself ready, pilgrim. The bindings are there as a safeguard. Nee, ik kan mijn kop helemaal ronddraaien. What the? Oh, dat. Daar gaan we weer dus. Ascension in the count of 5. Count of 4. 3. 2. Oh shit. Hier gaan we. Ascension. Ascension. Just stay calm. 5,000 feet. 10,000 feet. 15,000 feet. What the? We zijn in een soort andere wereld, in de wolken. Vader Comstock. Thy holy sent his savor unto us. If he will not raise a finger for our own salvation, and though we deserve not his mercy, he hath led us to his new Eden. A last chance for redemption.
Kijk, we zijn vrij. We zijn geland ergens. Oké, dat is onze eerste missie. Find a way into the city. We gaan rustig overal kijken. Dus en om te navigeren. Kijk gewoon hoe dat de games evolueren. Kijk hoe dat deze eruit ziet. Deze is gewoon ongelooflijk. We gaan gewoon alles pakken. Pakken gewoon geld. Kaarsjes. Kunnen we iets zoeken hier? Ah, ligt dat geld, zeg. Hier nog wat kijken. Voor onszelf dat dat mag, hè? Dat we gewoon alles mogen pakken, hè? Gotta find the exit out of this place. Excuse me, where am I? Heaven, friend. Or as close as we'll see till Judgment Day. Just keep such questions to myself, unless I want to get made. And in my womb shall grow the seed of a prophet. Ooh. We gaan gewoon even geld pakken, hè. Oh, ook zijn phone. Love the prophet because he loves the sinner. Love the sinner because he is you. Without the sinner, what need is there for a redeemer? Without sin, what grace has forgiveness? Oké, okay, dus er zijn foxophones die ons wat meer uitleg geven. Die gaan we waarschijnlijk verder over het spel moeten kunnen vinden. And every year, on this day, we recommit ourselves to our city and to our prophet, Father Compson. We recommit through sacrifice and the giving of thanks and by submerging ourselves in the sweet waters of baptism. And lo, if the prophet has struck down our enemies at wounded knees and not railed against the sodom beneath us, it would have been enough. If the prophet had just railed against the sodom beneath us, is it someone new? Someone from the Sodom below, newly come to Columbia. Moet je zo kijken, Karl Kop? I just need passage into the city. Passage to the city. Brother, the only way to Columbia is through rebirth in the sweet waters of baptism. Will you be cleansed, brother? Oké, laat het maar doen, hè. Hey, I baptize you in the name of our prophet, in the name of our founders, and the name of our Lord. Die kerel die even drinkt ons gewoon. I don't know, brothers and sisters, but this one doesn't look clean to me. Die is ons gewoon echt aan het verdrinken. Wat is dit? Who's there? Bring us the curb and wipe away the debt. What do you want? We had a deal to it. Open this door right now. I told you. I'm not gonna do it. Go away. Mr. DeWitt. Wil dat maar doen, zeker? What the?
What the hell? That idiot priest needs to learn the difference between baptizing a man and drowning one. Dat zei dus ook. Oh kijk. Kijk die vogel. Need to find a landmark and figure out what see hoe epic. To Father Franklin, a key of gold so that Eden might have industry that set her above all other nations. To Father Jefferson. Our prophet fills our lungs with water so they may better love the air. We pakken dan maar die appel. Wat eten. He who crossed the Delaware with flaming sword and wings of angels. Watch over me and lend me strength. Shield my mind from fear and doubt so that I may hold fast against all invaders. A virtue, a rebel against Washington. Ignorance and tyranny. Share with me your wisdom and let the light of your good judgment shine like a beacon through the darkness. By the sword and the scroll. Thank you. Amen. There's no chance, no luck, only providence. And that you see its divine hand at work. Just because the city flies don't mean it ain't got its fair share of fools. We gaan hier nog eens we gaan hier weg, hè. We gaan veronderstellen dat we wel door deze deur moeten. What the fuck? See hoe epic. See hoe epic. Dit is gewoon prachtig. En bij deze epic zicht ga je de eerste episode bekijken, of de eerste episode beëindigen van Bioshock Infinite. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, jongens. En dat jullie uitkijken naar het volgende deel. Tot volgende keer, mensen. Ciao.